Moet je als componist origineel zijn? Moet je iets verzinnen wat nog nooit iemand verzonnen heeft? Nou, jongens, vergeet het maar. Dat in de eerste plaats. Um, en verder is dat geheel aan, aan, aan jou. Uh, en ook in hoeverre je zelf vindt dat je origineel Er zijn natuurlijk ook heel veel componisten die vinden dat ze heel erg origineel zijn... en in, in mijn optiek zijn ze dat helemaal niet. Ik vind, voor mijzelf vind ik het in ieder geval... Ik probeer wel iets nieuws te maken, uh, maar om dat nou origineel te noemen, nou, weet je, er is zoveel muziek. Um, Jatje van andere componisten. Ja, natuurlijk. Er zijn zoveel fantastische dingen geschreven en gemaakt. Je, je zou wel gek zijn als je daar geen gebruik van maakt. Je moet wel een beetje opletten natuurlijk, ik kan niks uh, echt rechtstreeks een uh, liedje van, uh, de, van de Beatles yesterday overpennen en dan zeggen dat het, uh, dat het van Guillermo Lago is. Dat, dat dan weer niet. Maar um, ja, ik heb wel eens ook omgevingsgeluid uh, 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 gebruikt, vogelgeluiden en zo. En met de tape en zo. Dat is niet zo mijn ding. Er zijn componisten die dat fantastisch kunnen. Maar ik schrijf het liefste toch gewoon voor ouderwetse uh, echte instrumenten. En uh, de geluiden die die instrumenten kunnen maken. Daarin inbegrepen natuurlijk de menselijke stem. Want dat is misschien wel het mooiste instrument van allemaal. Ja, dat hele originele. Dat is natuurlijk iets wat gekomen is in de 19e eeuw. Hè? En, en waarin in de 20e eeuw, de vorige eeuw waar ik geboren ben, misschien nog, nog wel nog belangrijker werd gevonden. Hm. Ik weet het niet. Ik geloof daar niet in.